What is up YouTube? Het is je favoriete pompert, back met een nieuwe video. Nou, ik wil even beginnen met het belangrijkste. Hebben jullie al je merchandise besteld? www.pompertlife.nl. Er zijn weer wat nieuwe artikelen ook in de webshop, dus go check it out. Maar nee, het belangrijkste is, ik heb de uitspraak gekregen van de officier van justitie, als ik het goed zeg, over mijn rijontzegging. En ik moet je eerlijk zeggen, het is me alles meegevallen. Ik had veel langer verwacht. Het is gelukkig maar geworden 4 maanden. 4 maanden. Het was ook maar 2 kilometer boven de invorderingsgrens. Dus 4 maanden valt me alles mee. 29 december of 27 december of zo mogen we weer rijden. Dus we moeten het nog eventjes 3,5 maand uitzetten en dan kunnen we weer pompen. Maar ik heb jullie een paar maanden geleden gevraagd. Hebben jullie vragen voor een Q&A? Het was een heel kort videootje. Onder die video konden jullie je vragen achterlaten. Het is inmiddels echt al een hele tijd geleden. Wat kom je doen, Pik? Papa is toch even bezig met opnemen? Nee, kom op, move. De video is opgenomen op 6 april 2019. Nou, het is nu 11 september. Dus het is wel echt een tijdje geleden dat ik jullie die vragen heb gesteld. Maar ik ga ze even één voor één langs. En dan even antwoorden hoe of wat. Vraag 1 van Noah. Hoe komt Flipmode aan zijn geld? Omdat hij veel merkkleding draagt. Nou, Flipmode werkt gewoon. Flipmode is stucadoor. Dus het is wel hard werken, maar hij verdient volgens mij wel oké. Dus mochten jullie stukwerk hebben, Flip is echt, ik heb werk van hem gezien. Die jongen kan echt stukken, hij kan het echt goed. Dus mocht je stukwerk nodig hebben, kan je hem altijd via Instagram een DM'tje sturen. En dan, dan moet het wel goed komen, denk ik. Hij heeft zelf ook gereageerd, hij zegt geen geld, maar spullen. Tief, besleier. De volgende vraag van Julian van der Wal. Ik heb ooit gezien dat jij president van Breg & Boost. Mijn vraag is, aangezien jullie veel leden hebben, hoe de club is ontstaan. Meestal zit er wel een mooi verhaal aan vast. Nou, het is eigenlijk een beetje uit zichzelf gegaan. We hadden gewoon een vriendengroep met wie we altijd reden met de motor. En toen op een gegeven moment kwam iemand met die naam van Breg & Boost. En toen heb ik een keer een logootje gaan laten maken. En zo is het balletje eigenlijk een beetje gaan rollen. Maar er zit niet echt een mooi verhaal achter. Gewoon de vriendengroep was er altijd al. De appgroep was er altijd al. Dus en toen, zo is het balletje een beetje gaan rollen, man. Van steeds verder. De volgende vraag van Gennaro, volgens mij. Wanneer ga je eens donuts leren op de Boosa? Nou, daar zijn we dus een maandje of 2 geleden mee begonnen. En gaat wel oké. Ik zit wel echt te wachten op mijn stuntkooi. En dan kan ik eventjes wat verder, wat meer gaan pushen. En dus dat. Dan hebben we een vraag van Dohamed. Die zegt, make the world shake. Verder in de intro, pompert. Oké. Goeie shit. Wat is eronder gereageerd? Ik mis deze intro. Ja, ik mis hem ook. Ik had liever die intro gehouden. Maar met YouTube, hoe streng ze zijn tegenwoordig met de inkomsten en zo. Dan neem ik even het zeker voor het onzekere en doe ik gewoon even die intro met die tellertjes. Jay Wiersema, zullen we ooit een meeting organiseren? Ja, ik wil sowieso wel een keer een pompert meeting organiseren. Moet even kijken wanneer. Het is wel handig als ik dan mijn rijbewijs ook terug heb. Maar die gaat er zeker een keertje komen. Ik wil eigenlijk een pompert ride-out doen met daaraan vast een meeting. Dus dat lijkt me wel leuk. Dan hebben we een vraag van Alles die zegt, wat vind je van schakelbrommers? Ik vind schakelbrommers leuk. Ik bedoel, als je 16 bent en je moet brommen rijden, kan je beter schakelbrommen rijden als scooter, denk ik. Als ik ook kijk naar Galik Stunting, jullie kunnen waarschijnlijk op zijn Instagram en zijn Facebook foto's vinden van hem van vroeger. Die man is begonnen met de fiets en daarna met de schakelbrommer. En op die schakelbrommer was hij zo killer al, dat was niet normaal. Dus als je echt goed wil leren rijden en echt goed wil leren stunten, dan zou ik lekker beginnen op de schakelbrommer. En man. Dutch Wesp, topper, ik ga een leuk filmpje opnemen. Ga zo door, grap, op naar de 10.000 subs. Die hebben we inmiddels gehaald, maar dankjewel grap. Abonneer ook even op Dutch Wesp, zijn link staat in de beschrijving. Hele goede video's, de jongen is echt lekker bezig. Dan hebben we een vraag van Hugo, die zegt, I like that intro. Would you consider to make a vlog with your subscribers? Like kind of review your subscribers' bike. Suzuki Power Pompert. Ja, zeker. Ik heb al een aantal bikes mogen reviewen van subscribers. En ik wil dat zeker meer gaan doen in de toekomst.
Dus stay tuned for that. Ik vind dat sowieso een van de leukste dingen om te doen. Bikes reviewen. Verschillende bikes rijden. En ja, dat vind ik echt top. En het wordt ook goed ontvangen door jullie. Is niks, man. Doe nou even rustig. Er is niks. Hou op. Druk te maken. Dan hebben we een vraag van Tech. Al plannen voor een nieuwe motor, Grom. Ja, de plannen zijn er wel. Het geldt nog niet. Maar als ik een nieuwe motor koop, dan wordt het 100% de eerste motor die ik koop, wordt een Grom 125cc. En dan een beetje kijken of we daar een stuntbikeje van kunnen maken. Een mooie beeldseries, dat lijkt me wel heel tof. Dan hebben we de vraag van Lokka. Heeft je vriendin ook een motorrijbewijs? Zou leuk zijn om met haar te vloggen, zeg maar. Zeker, Nan heeft een motorrijbewijs. De laatste motor die ze heeft gehad, dat was een R6. En op een gegeven moment kreeg ze een mooi botte op die R6. Dus zei ik, schat, doe hem gewoon weg. Weet je, nu kan je nog lekker centjes vangen ervoor. En over een tijdje is die, wordt alleen maar minder waard. Dus die hebben we verkocht. En in de toekomst, als ze straks bevallen is en zo, dan komt er zeker nog wel een keer een nieuwe bike. Maar Nan heeft een rijbewijs. En er zijn ook een paar video's dat wij samen rijden op mijn kanaal. Moet je maar even zoeken. Ik weet niet meer hoe ze heten. Als ik het niet vergeet, zal ik ze hier in de hoek zetten. Dan hebben we een vraag van Danilio. Die zegt, zou je ooit een MT-09 kopen? PS, je bent een baas, Pompert. Zeker. Ik zit eigenlijk te denken, weet je, money no option. Als je echt een bike moet kopen. Als ik echt een bike zou moeten kopen om mee te toeren en mee op vakantie te gaan. En woon-werkverkeer te rijden en dat soort dingen. Ik heb toen op de normale MT-09 gereden. En daar had ik het zo op naar mijn zin, die motor. Dat was echt niet normaal. En toen kwamen ze met de MT-09 Tracer GT. Dus het eerste normale MT-09 Tracer. En toen de MT-09 Tracer GT. En dat lijkt mij, ik heb er nog niet op gereden. Ik heb alleen op de normale MT-09 gereden. Maar dat lijkt mij de ideale bike om mee de bergen in te gaan. En te gaan rijden en te gaan doen. Omdat je hebt hetzelfde frame als de MT-09. Je hebt hetzelfde motorblok. Dus de fun factor is er volgens mij gewoon. Alleen je hebt wel een kuip erop. En met die GT Touring heb je die super dikke LCD scherm zou wel erg lijp zijn, maar LCD scherm. Dus ja, en dan met koffers erop en zo, dat lijkt me echt een ideale motor om erbij te hebben. MT-09 Tracer GT. Maar ja, once again, de wil is er wel, maar de centen niet. Dan een vraag van Daniel. Wanneer komt die R Platinum Air Suspension op de Busa? Als je niet weet wat het is, moet je maar googlen. Nou, volgens mij is dat van die verlaging, van die suspension waar je je bike helemaal mee kan verlagen. En wat ik heb begrepen van mensen, of wat ik heb begrepen op internet, is dat het echt niet lekker rijdt in de bochten. Dus ik zou eerder een aanpasbare schokbreker halen achter, die ik helemaal in kan stellen voor race, dan air suspension. Dat is, vind ik, meer showbike iets en die van mij is echt meer function over form in plaats van form over function, als je begrijpt wat ik bedoel. Dan hebben we een vraag van Morris Mokum. Heb je nog een buitenlandse bike life tour op je bucketlist staan? Zo ja, waar? Die heb ik zeker. Ik heb een memo lijstje op mijn telefoon staan. En als ik ooit op internet of op Facebook of wat dan ook heb ik, kom ik mooie routes tegen of mooie passen. Dan sla ik het gelijk op in het memo pad. En daar wil ik zeker nog eens een keer langs gaan. Dus ik ga nog 100% een keer een tour maken. En dan langs al die punten die ik heb opgeslagen in Europa. En lekker genieten. Lekker een soort van Europa toertje maken. Dan hebben we de vraag van Chris Vos. Die zegt, hey Pompert, ik had één vraag. Komt er ooit een turbo op de Busa? Groetjes uit Drachten. Dat is een hele goede vraag. Ik zou het wel heel graag willen. Ik bedoel, ik vind turbotechniek vind ik super tof. Op auto's, op motoren. Ik vind het echt heel dik. De power, het geluid, gewoon, ja, het trekt mij echt. Maar op dit moment, omdat de Busa nog mijn enige motor is. En hij wel gewoon echt betrouwbaar moet blijven. Denk ik het niet. Dan zou ik er eerder op het moment lachgas op gooien. Want kijk, turbo draait altijd. 100% van de tijd. Dus wanneer jouw motor aan is, draai ik je turbo mee. Dan kan je natuurlijk wel op lage boost rijden met niet zoveel vermogen. Maar hey, what's the fun in that? Dus dan denk ik dat ik eerder lachgas zou doen. Wat je alleen gebruikt wanneer je het wil gebruiken. Met racen of wat dan ook. In plaats van een turbo die altijd meedraait. Maar ja, money no option. Heb ik meerdere motoren, dan zou ik wel echt heel tof vinden om een turbo project te maken van de Busa.
Dan krijgen we een vraag van 318 Bike Live. Volg hem ook op YouTube. Man is heel lekker bezig. Hey Pompert, weet je al welke kleur je dekvelg wordt? En wanneer verwacht je Airshifter te kunnen waarmaken op de Busa? Nou, Airshifter is er nog niet van gekomen. Dekvelg eigenlijk ook niet. Maar wat ik wel heel tof vind, en dan moet ik even kijken hoe we dat gaan realiseren. Je ziet heel vaak bij supermotards en vooral KTM's, zie je dat als je de velg hebt, dat er een streep in het midden zit en de ene kant is rood en de andere kant is zwart. Dat vind ik echt super dik. Dus misschien dat we zoiets ooit nog gaan doen op mijn dekvelg, zou ik wel echt tof vinden. Maar ja, we moeten maar even kijken. Maar ik denk zo half-half, 50-50, dat lijkt me wel echt heel tof. Ook omdat je dat normaal alleen op supermotard ziet en een keer op een racer lijkt me echt dope. En dan krijgen we een vraag van Wesley Hoek, die zegt Pompert. Pompert Wesley, jongen. Dan een vraag van Jimmy. Op welke motors heb je allemaal gereden gehad? Nou, ik heb gehad een, is niet echt een motor, maar in Nederland valt het eronder. Een Gilera Runner 180cc single disc. Daarna ben ik overgestapt naar de XT660X Supermotard. Toen met Gen 1 Busa en nu met Gen 2 Busa. Dus ik heb 4 bikes gehad in totaal met mijn huidige bike. En welke motors ik allemaal op heb gereden? Ja, ik heb op zoveel verschillende bikes gereden. Dat is, dat weet ik echt niet meer. Kan ik echt niet meer bijhouden. Dan hebben we een vraag van Noorderling 1. Hoi Jur, wat voor werk doe je eigenlijk? Ga zo door met je vlogs. Groetjes uit het noorden. Succes Pompert. Ik heb gewoon een horecabaan. Ik werk gewoon in de horeca en niks bijzonders. En ja, dus dat. Dan hebben we een vraag van meneer E. van de H. Pompert, ga je nog naar Eifel-Nürburgring deze zomer? Nou, de zomer is inmiddels bijna afgelopen en ik heb voorlopig nog geen rijbewijs. Dus deze zomer niet meer, maar volgende zomer zeker wel. Want ik heb het echt zo naar mijn zin gehad, die ene keer dat we daar waren. Dan hebben we een vraag van subscriber van G. Die zegt subscriber meet of tour. Zeker, heb ik al gezegd, Pomp het Rideout komt eraan. Wanneer weet ik nog niet, zal misschien in het voorjaar worden. Maar, oh ja, en we zijn ook bezig. We hebben een appgroep met de meest actieve Nederlandse motorvloggers. Nog niet iedereen zit erin die heel actief is, maar wel heel veel. We zijn nu met een mannetje of 16 geloof ik en één dame erbij. Aan de Biker Girl. En we zitten te denken om een keertje een motorvlogger meetup te organiseren. Lijkt het jullie leuk? Laat het even weten in de comments. Gewoon met Slapside, Motortest TV, Max B, ik, Dutch Wesp, Bulldog Bolt, 010 Rides, One Wheel Street. Iedereen gewoon die, ja, die een beetje fanatiek bezig is. Ronin zegt, wanneer gaan we nou dat koffietje halen? Met vriendelijke groet Ronin. Grappig, moeten we echt nog steeds doen. Ik was toen Ronin tegengekomen in de Apple Store op Leidseplein. Sprak je hem aan, even een fotootje gemaakt samen. En ja, we gaan zeker nog een keer een bakje koffie doen. Grappig, dat komt goed. Dan hebben we de volgende vraag van Fabian Spek EXE. Krijg je onderweg veel commentaar over je rijstijl van andere verkeersdeelnemers? Of valt dat wel mee? Je kan mij echt opvegen als je die bloemkoolwerper bijvoorbeeld weer tegenkomt. Ik ben hem een tijdje geleden tegengekomen bij... Bij Dilek Chicken! Maar hij herkende me niet. En commentaar van andere verkeersdeelnemers. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ga zo vlot door het verkeer heen dat de meesten me niet bij kunnen houden. Dus commentaar heb ik eigenlijk nog nooit gehad. Dan hebben we een vraag van Wesley Stam. Hoeveel heeft je motor in totaal gekost? De motor was aanschafwaarde bijna 9000 euro. De brug was iets van 1000 euro. Nee, keuren erbij en zo. Dus ik denk dat we wel op... Ja, met alle onderdelen uitlaken, denk je dat ik inmiddels misschien 11.500 euro of zo in de Busa zit. Dan hebben we een vraag van Quinten 0251. Wat was je allereerste bike? Misschien een foto. PS blijft zo doorgaan. Dat was die Gilera Runner. In het oranje van voren met... grijs van voren en oranje van achteren. Ik heb daar helaas geen foto van. Dat was mijn eerste motorkentekenvoertuig. En daarna dan de XT660X, waarvan nog wel foto's op mijn Instagram staan. Moet je even checken, Pompert Live Instagram. Dan kan je foto's zien van de zwarte XT met dubbele accra's. Dan een vraag van Niels Ewijk. Ga je ooit nog een bike kopen, Pompert? Nou ja, zoals ik al heb gezegd, zodra ik centen heb wil ik een Grom kopen. Maar goed, die kleine komt eraan en het kost allemaal genoeg. En ja, we moeten even kijken. Dan hebben we de vraag van Jurian 020. Waarom heb je voor een Busa gekozen? De tijden dat ik mijn XT verkocht, toen ging ik heel goed om met Giorgio, die nu op Curaçao woont. En hij reed Busa. En toen zat ik met hem te praten van, ja, wat zal ik doen, weet je? Ik wil een supersportmotor halen, of in ieder geval racerachtige.
En toen dacht ik van ja, als ik een 600 wil ik uiteindelijk een 7,5. En als ik een 7,5 wil ik uiteindelijk een 1000. En als ik een 1000 wil ik uiteindelijk een Busa. Want Busa is voor mij wel altijd het einddoel geweest. Ik was 9 dat de Busa in productie kwam, of uitkwam, zeg maar. En toen vond ik het eigenlijk al een hele toffe motor. En toen een vriend van mijn vader had er eentje. En mijn pa had toen een keer een stukje erop gereden. En die was zo verbaasd van hoe belachelijk snel die motor was. Mijn flip voor de deur, ik ga even checken. Oké, pompertje, jullie zien het. Flip mode is er ook. Dus we gaan even de Q&A afmaken. De eerste vraag trouwens ging over jou. Wat doe jij voor werk, omdat je altijd merkkleding draagt? Dus ik heb verteld dat je een mannelijke prostituee bent. Maar wil je het nog verder toelichten? Of, nee, nee. Gewoon zo. Ja, en die meiden kunnen je gewoon bellen. Oké, top. Even kijken. Volgens mij waren we gebleven bij Niels Ewijk. Ga je ooit nog een bike kopen? Nou, dat heb ik gezegd. Grommetje. Oh nee, we waren gebleven bij waarom heb je voor een Busa gekozen? Nee, eigenlijk dus daarom. Omdat Giorgio ook Busa reed. En ik dacht, ja, dan hebben we gewoon... Ik wil uiteindelijk altijd wel een Busa. Dat was gewoon mijn droom vanaf het begin. En ja, daar heb ik gewoon naartoe gewerkt. En we hebben gewoon een dikke Busa gekocht. Dan de vraag van Ruben Bosma, wat voor werk doe je? Nou, dat hebben we al gehad, horeca. Dan Kars Thompson, wat voor werk doe je en hoeveel werk je? Nou, horeca, ik heb de laatste maand echt 6 dagen in de week gewerkt. En dan nog opnemen, editen, uploaden erbij. Dus ja, het was behoorlijk druk. Dan Jeffrey Gilling, hoeveel bandjes gaan er per jaar doorheen? Ja, dat weet ik echt niet, man. Ik denk ook al 3 weken niet gezien of zo, man. Nee, je man. Je hebt niet eens meer tijd voor je vrienden. Nee, gewoon. Maar rijbewijs, geen rijbewijs, ook gewoon drama, grap. Ik krijg gewoon geen kant op. Hoeveel bandjes gaan er per jaar doorheen? Ja, ik weet niet, gemiddeld maar 1 tot 2 bandjes in de week of zoiets. Dat is wat er gemiddeld doorheen gaat. Nou ja, reken maar uit. Patron Estron zegt, like de video. Vind ik een goed idee, Patron Estron. Scroll even naar beneden, doe even liken en dan gaan we weer verder. Danielio, heb je ooit een buitenspiegel kapot geslagen van een auto? Ja, ik ben er niet trots op, maar ja, dat heb ik wel eens gedaan. Alleen niet met de motor, dan was ik met de scooter. Zat er een man of een vrouw, nee, waar was het een vrouw? In een dikke Mercedes ML. En die zat gewoon niet op te letten en die reed me bijna aan. Zat ze met papieren op de stuur en een telefoon erbij en helemaal dramatisch. En toen had ik wel mijn motorhandschoenen aan. Toen gaf ik van buiten zo'n klap tegen die spiegel. Dat die lang geleden, klapte naar binnen. Nee, dat was echt 1,5 jaar geleden of zo volgens mij. Autocross vrij standaard. Hey grap, ik mis toch bij het intro dat je een streep trekt. Ja, ik ook. Maar nogmaals, YouTube is heel streng geworden. Dus we moeten even oppassen met wat we erin zetten voor de inkomsten. Mis nog iets om ertussen te maken en geen vraag, alleen maar liefde en supporters hier vanuit Raamkla. Geen idee waar Raamkla is, ga zo door Gummert. Waar kunnen we de Pompert stickers bestellen? www.pompertlife.nl jongen, voor al je merchandise, stickers, alles. En sowieso, als je een hoodie of een t-shirt bestelt, dan doen we altijd een paar stickertjes erbij, dus dat komt wel goed. Pompert, wat vind jij dat snorfiets op de rijbaan rijdt in Amsterdam? Levensgevaarlijk. Is net zo levensgevaarlijk als een 125cc rijbewijs. Slaat helemaal nergens op. Dan hebben we een vraag van Mario Balotelli. Zeg ik even goed in één keer, hè? Terwijl ik niks met voetbal heb. Mario Balotelli. Nou, dat weet je dan weer wel. Ja, Balotelli, die ken ik wel, ja. Is een neef van Balenciaga. Oh, waarom heb je nog geen quickshifter? Omdat, nogmaals, wel honger. Geen geld. Dus we moeten even doorsparen en alles doen. Kom je ook een keer naar Groningen met de Busa? Dikke Pompert. Van Jacco-V-H. Zeker. Ik had met die mensen al besproken van Daytona. Die zouden het heel leuk vinden als we een keer een ride-out doen. Dus dan zou ik een keer een ride-out willen doen met ZHG Pompert. Volgens mij komen die uit Groningen. En dat we daarna lekker een hamburgertje gaan eten bij Daytona. Dat is daar in de buurt. En dan ja man, gaat zeker een keer gebeuren. De vraag van BikeLife GSX-S 1000. Goed bezig met de vlogs, Pompert. Wat zijn de toekomstplannen voor de Busa? Turbo misschien? Nou, turbo hebben we het net over gehad. Misschien wel. Als we genoeg geld hebben en nog een tweede bike, dan ja, zou ik dat wel echt super tof vinden om er een turbootje op te gooien. Wat vind je van een KTM 690 SMCR van Ivan Hu? Ja, KTM 690 SMCR is een super dikke bike. Het is, je hebt echte supermotards. Dus zeg maar een WRF 450 of een IZF of WRF 450. RMZ 450, dat zijn echt die echte crossmotoren supermotard. En KTM 690 is net even een stukje groter. Dus het is wel een supermotard, maar het is niet eentje waar ze wedstrijden mee rijden. Daar is hij net even te zwaar en te groot voor.
Maar dat maakt hem voor op de weg wel, denk ik, een van de meest ideale supermotards. Omdat je ook op de snelweg nog een beetje uit de voeten kan. Toch? Ben je met me eens, toch of niet? Met zo'n 450 op de snelweg houdt het al snel op en zit je echt in zijn toeren te janken. En met die 690 is ook niet de ideale snelwegmotor, maar het is ietsjes prettiger als op een WRF 450 of een CRF 450 supermotard. Dus wat dat betreft is het, ja, het is een super dikke bike, het ziet er gewoon tof uit. Het geluid is bizar. De tank zit alleen achterin, dus als je achterover gaat met wheelies lijkt dat me niet echt ideaal. Maar heb je wel eens meegemaakt dat 690 achterover is gegaan? Nee, maar ook niet. Maar het lijkt me niet echt chill. Het is wel een filmpje dat je hem in de fik ziet vliegen. Ook. Omdat die tank achterin zit. Ja, kijk, dat bedoel ik. Daar heb je het al. Waar, dan een vraag van D. Krijma. Die kan ik niet uitspreken. Waarom geen Kawasaki H2 in plaats van de Busa? Omdat de Kawasaki H2, denk ik, 3, misschien wel 4 keer zo duur is als de Busa. Plus, voor Busa zijn gewoon een heleboel onderdelen verkrijgbaar. Dus achterbruggen, verlagingsdingen, noem het maar op. En die tweedehands markt is ook gewoon heel groot. Je kan hem gewoon heel makkelijk customizen voor relatief weinig geld. En bij de H2 wordt dat toch een stukje lastiger omdat het nog een hele exclusieve nieuwe motor is. Kon je een wheelie op de Busa toen je nog een korte brug had? Ja, wheelie. Het waren geen Galit stunting wheelies, maar ik kreeg hem wel omhoog en ik kon hem wel even omhoog houden. Ga je de Busa aanmelden voor een aflevering met Joey Schaar? Zeker, heb ik ook al gedaan. Alleen Joey en ik zijn allebei heel druk, dus we moeten nog even kijken wanneer we dat gaan doen. Alright. Ga je ook op bezoek bij followers via YouTube of alleen subs of helemaal niet? Ja, af en toe. Ik ben wel eens geweest op een verjaardag van iemand of dat soort dingen. Of gewoon om iemand te verrassen. Vind ik altijd wel leuk om te doen. Maar dat moet wel, dat moet gewoon even zo uitkomen. Ik ben gewoon heel druk. Zou je voor de derde keer een Busa kopen? Moest deze nu totaal los zijn? Om een of andere reden? Zo ja, waarom? Wat maakt deze motor zo speciaal voor je? Ik denk het wel. Omdat ik, wat ik al zei, ik ben van kleinste van wou ik altijd een Busa. En het is voor mij, kan ik er eigenlijk gewoon alles mee doen wat ik wil. Ik kan ermee sportief rijden, kan ermee racen, kan ermee driften, kan ermee toeren, kan ermee in de stad rijden. Het is voor mij de ideale alleskunner. Dus ik zou zeker nog wel een keer een derde Busa halen. Ik hoop niet dat het nodig is, maar dat zou ik wel doen. Welke datum ben je jarig? 26 mei van Jord Bouw Corneel. Otto Games, wat voor werk doe je? Nou, dat hebben we al gehad. Wat gebruik je precies voor communicatie in je helm? Beetje blij mee? Ben wel benieuwd naar je setup van The Radio Guy. Ik heb een video online staan over mijn setup. En ik gebruik de Scala Rider Pec-Talk Bolt. En ik ben er heel erg tevreden mee. Het ding werkt echt top. Wat is je nummer 1 doel op je bucketlist? Ja, bucketlist zijn echt leuke dingen wat je wilt doen. Toch anders had ik gewoon gezegd, mijn nummer 1 doel is gewoon kunnen leven van YouTube. Maar weet ik niet eigenlijk. Ik denk een roadtrip door Amerika heen. Dat wil ik al heel lang, heel graag. Dus dat zou ik wel, dat staat wel heel hoog op mijn lijstje. Huh? Dan op de motor. Ja, of met een camper is natuurlijk ook wel heel tof. Gewoon, weet je, Yellowstone Park, Texas, overal gewoon dat je gewoon kan kamperen. In zo'n dikke Amerikaanse luxe camper met alles erop en eraan. Lijkt me ook wel heel erg chill. En misschien een stukje af en toe een motor huren, ja, ik weet het niet. Voorheen toen je nog, deze vraag is van Pongtongs, yeah. Jezus, voorheen toen je nog blowde, maakte je wel eens een stop om een stickie te roken. Wat rijdt voor jou chiller, Scaffa of niet? Ja, het maakt me eigenlijk niet uit. Toen rookte ik nog heel veel, toen deed me niet zoveel. En dan reed ik gewoon, was ik het gewoon gewend. En nu ik niet meer rook, ben ik het ook gewoon gewend. Dus ja, chiller. Ja, durf ik niet echt te zeggen. Wanneer pompt het live ride-out van Tom Harder? Weet ik nog niet. Hoe komt Benny Busa op de event in Dubai terecht? Ja, dat heeft hij gewoon zelf geregeld. Ook van de Pong Tong Song Yehe. Hij kent die jongens van Daro. Hij is een paar keer op vakantie geweest. En zo is dat, zo is dat gekomen. Waarom eens geen pomperdag organiseren? Start aan HQ. Ja, omdat ik jullie niet allemaal bij HQ wil hebben, stel ik je terroristen. Maar er komt zeker wel eens een keer een pompend ride-out met daarna chillen ergens en dat komt helemaal goed. Van waar komt de liefhebberij voor moto's? Wat was je eerste ervaring? Ja, ik denk dat het al van kleinste van vond ik twee wielen altijd al tof. En mijn vader heeft altijd motor gereden, ging ik altijd achterop bij hem, gingen we rondjes toeren en ik denk dat het zo een beetje begonnen is. Waarom doe je niet met flip mode of iemand anders dat vluchten, jachtseizoen? Alleen dan met echte bikes en natuurlijk in de stad. Van Beer Bijman. Ja, omdat het concept is van Sidecap. Als ik zoiets zou doen, een serie, dan zou ik het zelf willen verzinnen. Ik ga niet andermans ideeën jatten, zo ben ik niet.
Ik wil wel eens dingen jatten van gasten uit Amerika, omdat het gewoon hier niet bekend is. Maar om van andere Nederlandse YouTubers dingen te gaan jatten, ja, ben ik niet zo heel erg voorstander van. Yo Pompert, welke HJC systeemhelm heb je? De HJC RVA 90. Lijkt het je leuk om een keer samen te racen in een racewagen? Ik kan het voor je regelen als je wil. Van Jay Wiersema. Ja, lijkt me heel tof. Stuur me een DM'tje, grap. Dan gaan we even pompings. Dat lijkt me wel wat. Dan de vraag van Joshua Bassoet. Kan je een tutorial? Hoe maak je strepen doen in een video? Ja, kan ik zeker wel doen. Moet ik eventjes leren hoe je echt goede strepen trekt. En ik moet mijn rijbewijs terughouden. Terughebben. Ruben Bosma, hoe oud ben je en wat voor motor raad je aan voor A1 rijbewijs en welke motor voor A2 rijbewijs? Ik ben nu 29. Wat voor motor raad je aan voor A1? Ik zeg heel eerlijk, ik zou gewoon een 2-takt 125cc kijken. Dan heb je nog een beetje vermogen. Want die 4-takt zijn echt niet vooruit te branden. En welke motor voor A2? Dat ligt er een beetje aan wat je ermee wil. Maar ik ben wel heel erg fan van de DRZ 400 van Flip. En van de MT-07, dat vind ik wel een hele mooie motor. Alleen de MT-07 blijft wel heel duur. Ja, dat vind ik ook niet zo mooi hoor. Niet zo mooi? Ik vind MT-07 echt wel dik man. Ja, vind ik echt wel wat hebben. Dan een vraag van Maurice Schoot. Wanneer is weer Drachten? Nou, Drachten is helemaal gecanceld voor dit jaar. Misschien volgend jaar weer, maar... Ik weet het niet, het is een beetje twijfelachtig. Dan een vraag van Mo. Wanneer ga je een rijdaad organiseren? Nou, die hebben we gehad. Dan een vraag van Patron Estron. Hoeveel heeft je bike in totaal gekost? Die hebben we ook al gehad. Sebastian, wat wil je nog veranderen aan je boezem? Nou, ik wil sowieso wat delen. Wil ik een gepoedercoat hebben. Ik wil aan het einde van mijn handvatten. Waar nu die gewichtjes zitten. Daar wil ik eigenlijk knipperlichten in hebben. Ik wil een airshifter nog erop. Ja, misschien dan NOS. Racevering zou ik wel hebben. Ik wil progressieve voorvering aan de voorkant. Mijn knipperlichtjes voor moeten nog smoke. En ik zou nog wel wat carbon onderdelen willen. Dus voorlopig zijn we nog wel even bezig. Dan een vraag van 0162. Hey Pompert, heb je naast YouTube ook werk ergens? Of kan je van YouTube rondkomen? Nou, ik werk gewoon fulltime of meer dan fulltime. Van YouTube kan ik helaas nog niet rondkomen. Wat is de gekste motor die je hebt gereden? Ja, ik denk of de MT-09 en de Busa. Het is wel heel anders. Maar die MT-09 was ook wel heel gek hoor. Daar heb ik het wel echt naar mijn zin mee gehad. Opgehad. Braatnoen Champi, Jur, wanneer komt er weer een ride-out? Sowieso, als jullie op de hoogte willen blijven van ride-outs en meetings en dingen, dan zou ik even de Facebookgroep Wie Rijdt opzoeken, daar even je eigen toevoegen en dan komen heel veel ride-outs voorbij. Ik zal de link ook even in de beschrijving zetten, zeg maar dat je via mij komt, dan vinden ze wel leuk. Wat is de perfecte motor voor A2? Liefst Suzuki Sport of Supermoto of KTM Supermoto? Ja, ik denk een MT-07, ook weinig onderhoud. Die is trouwens van Pascal de Monster. Genoeg vermogen, ziet er gewoon mooi uit. Flip is het daar niet mee eens, maar ik vind het wel mooi. En dan, ja. Mees van der Wielen, A2 rijbewijs halen of A2 code 80? Maar dan moet je wel nog een jaar wachten. Ja, ik zou sowieso zo min mogelijk wachten en gewoon gelijk halen wat je kan halen. En gewoon gaan rijden, ervaring opdoen. Silencio, 1, heel veel 2's. Wanneer ga je een roadtrip maken met de Busa? Bijvoorbeeld naar Spanje of gaat het niet meer nu die verlengd is? Nou, het gaat zeker wel nu die verlengd is. Maar dat zal volgend jaar worden. Dan zet ik Nan op het vliegtuig naar Marokko. En dan rijd ik zelf die kant op. Dat is het plan in ieder geval. Typeslijer. Vraag van Flip. Wat voor werk doe je? Zwen, hoe ben je op het idee gekomen om een Busa te kopen? Die hebben we ook al gehad. Angelo, heb je veel last van windgeruis met je helm en draag je oordopjes als je gaat rijden? Ik draag geen oordopjes en windgeruis valt mee. Rij mee met Wes. Hey Pompert, zijn er nog andere dingen die je wil gaan doen en filmen? Ja, een heleboel. Maar daarvoor moeten jullie even abonneren op dit YouTube kanaal en dan zien jullie het vanzelf wel voorbij komen. Jacco VH, waar irriteer jij je het meeste aan in het verkeer? Ik denk linksrijders en mensen die gewoon niet met het verkeer bezig zijn. Of ze nou op hun telefoon zitten of wat dan ook. Dat vind ik echt bloedirritant. Dan een vraag van Sidecap. Doe je in de Hey, ga eens weg hier op die tafel. Luna, kom op, move. Move. Ga die kant. En ga jij die kant. Ga. Imbecile. Vraag van Sidecap. Doe je in de toekomst mee aan Motorjacht seizoen 2? Deze pompers pakken je dit keer. Kom maar op, boys. Kom maar op. Ik pak jullie gewoon nog een keer, geen probleem. Hoe heb je de Pompertbus op grijs kenteken gekregen? Niet, het staat gewoon op normaal kenteken.
Welke tatoeages heb je? Ja, volgens mij hebben we die al een keer besproken. Ik heb hier een engel met Ride Fast, Die Slow en de finish vlag die ik nog in moet kleuren. Ik heb hier familiewapen, ik heb mama aan de binnenkant van mijn arm, ik heb een Star Wars tatoeage op mijn rug. En ik heb eentje op mijn borst die ik nog steeds moet afmaken, maar die deed fucking pijn. En op je kuit, hoor. Oh ja, en op mijn kuit heb ik Break & Boost logo met Mara erbij. Welke bandenmaat heb je op de Boosa van Ibrahim Atchikel? Ik heb een nieuwe band op mijn SV1000, 180, 55, 17. Zit nog genoeg vlees op de oude. Als die past kan je nog wel strepen trekken. Laat maar weten, dan stuur ik hem op. Nou, heel graag. 180, 190 en 200 past allemaal op de Boosa, geen probleem. Dus als jullie oude bandjes hebben, kom maar op. Dan een vraag van Nibix. Ben je niet bang dat de politie meekijkt met je vlogs en je boete kan geven door de video's als bewijsmateriaal te gebruiken? Ik weet dat de politie meekijkt. Er zijn een aantal jongens die werken bij de politie, die vinden het gewoon leuk om mijn video's te kijken. En als de politie wel meekijkt, om in de zin van dat ze boetes willen geven, dan wat jullie zien in de video's is niet echt, zeg maar. Ik hou me altijd perfect aan de regels, ik rijd nooit te hard. En af en toe doe ik de motor versneld afspelen en de omgeving niet. En mijn teller omhoog en zo lijkt het alsof ik te hard rijd, maar ik hou me altijd aan de regels. Klinkt geloofwaardig of niet? Oké, dan houden we het daarop. Dan een vraag van Pong Tong Song Ye. En jij moet gaan betalen, grap. Je hebt al 3 vragen gesteld. Kan je alleen rechte strepen trekken? Ik ben aan het oefenen met van links naar rechts gaan. Maar ik wil gewoon hele kleine stapjes nemen. Ik wil niet te veel pushen omdat ik gewoon niet mijn motor neer wil leggen. En hoeveel heb je inclusief versleten banden al in de Boosa geïnvesteerd? Nou, ik rijd met tweedehands bandjes, dus daar heb ik niks in geïnvesteerd. En de rest heb ik al gezegd, 11.000 euro denk ik ongeveer nu. Dan een vraag van Dutch Crazy Monkey. Ik mis de oude intro met de muzieknummer. Ik ook, maar heb ik ook al uitgelegd. YouTube is gewoon heel streng geworden. Dus dat wordt gewoon heel moeilijk om nog steeds die oude intro te gebruiken. Want ze gaan me demonetizen. Dus daar moeten we even een oplossing voor vinden. Maar dat komt wel in de toekomst. Dit waren alle vragen. Voor mij is het best wel een lang videootje geworden. Ik zal binnenkort weer een videootje droppen over een Q&A. Dan kunnen jullie daaronder reageren. En dan gaan we weer een keer een Q&A video doen. En dit keer wacht ik geen half jaar voordat ik hem opneem. Kijk dan, 6 april 2019 heb ik die vraag gesteld. En nu pas neem ik hem op. Vergeet niet even eens te checken. Pompertlife.nl. Dit weekend gaan we naar Frankrijk. Dus stay tuned. De aankomende video's zijn we in Frankrijk voor drag racen. En dan zien we jullie de volgende keer. Doe even liken, reactie achterlaten. En dan, ja man. Pompers, en dan even het belletje naast die abonneerknop. Ja, ja. Ho, 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 ho.